Oké, we gaan vandaag een kritische bespreking doen van de documentaire Mijn Seks is Stuk van Lize Korpershoek. Kleine introductie. Lize is eigenlijk een bekende vlogger, maar ook Instagrammer. En zit op YouTube, maakt ze een beetje gekke kindervlogs, maar ook een beetje breakout-achtig. Help, ik hou van seks, maar nu vinden mensen me een slet. Wat de breakout zo goed maakt, is dat kinderen dat al kopen, maar eigenlijk nog niet mogen kopen. En dan denken ze, ah, dit is voor volwassenen, wij gaan even gluren waar zij mee bezig zijn. Ja. En de breakout heeft dat als doelgroep, zonder dat zij doorhebben dat zij de doelgroep zijn. Dat is ook een beetje met die vlog van Lize Korpershoek zo. Wat er nu anders is, is dat zij een documentaire heeft gemaakt voor volwassenen over haar seksleven, die eigenlijk een veel oprechtere insteek heeft, toch? Ja, dus ik was gelijk heel benieuwd. Ik dacht van, het is natuurlijk juicy, like, oh, mijn seks is stuk. Nou, je weet dat ze met Tim Hofman heeft, een bekende Nederlander. Als een gewone meisje op straat zou zeggen, mijn seks is stuk, is het niet gelijk boeiend. Ja. Het is ook wel boeiend om wat zij het zegt, om wie ze is en om wat ze met Tim Hofman heeft. Dus nou, laten we kijken. De film begint met een zogenaamde seksscène van Lize. Ja. Nou, dit is hoe ik wil dat mijn seksleven eruit ziet. Alleen, dit is absoluut niet hoe het er nu aan toe gaat. Het begint met haar zo braaf. Heel statisch gefilmd. En je ziet een hand over een huid. En die huid is ook een beetje aan het ribbelen. Ik vind het niet een geil, zodat er geen zweet. Je ziet helemaal niet mensen op en neer gaan of zo. Nee. En het beschikt dus haarzelf. Dit is wat zij aandurft als zij seks gaat filmen. Ze had ook gewoon kunnen standaard filmscènes kunnen doen. Maar ze wil het zelf graag zijn, maar ze durft niet zelf bezweet en met Tim zitten. Dus dan wordt het dit. En zij doet alsof dit dan overal is. Seks is overal. In films schreeuwen vrouwen het maar uit en zijn vagina's nog sneller kletternat dan de pikken stijf. Je ziet er eigenlijk ook in haar vlogs dat ze eigenlijk niks kan uitspreken zonder dat met een gek stemmetje te zeggen. Dus nergens kan ze gewoon zeggen seks. Tegen het anusgedeelte van je anuskont. Waardoor ze eigenlijk ook een soort van relativering of een soort nee horen in verpakt. Dus je voelt dat ze het erover wil hebben, maar het ook eigenlijk niet over kan hebben of niet over wil hebben. Zodra ik veilig in een relatie zit, dan flats. Flat. Ze zien in seks hartstikke weg. Ja, en hier zien we ook weer gewoon cellen die delen, weet je wel. Het is een streep, dus we dan in elk geval neukende poppetjes. Dit is de functie van seks, namelijk gewoon baby's maken. Dat vind ik fucking jammer, want wat is een relatie nog als er niet af en toe een potje gerampetampt wordt? Als je gewoon een seksleven hebt en dan kijk je dit en denk je, ach mijn zie je gerampetampt. Oké, dit is allemaal, dit is gewoon wat er mis is. Alsof je 12 bent en seks, oh, seks! Het wordt gebracht als iets taboe doorbrekend, maar dat is helemaal geen taboe. Het is gewoon een cliché. Dit is gewoon iets wat heel erg bekend is. We beginnen in de slaapkamer van Lize en Tim. Ga je bij mij weg als we nooit meer seks hebben? Kan. Kan ook als we wel weer seks hebben. We zien het eerste echte shot van de film. En daarin ligt Lize apathisch in bed. Waarin ze ook heel erg zich als een soort slachtoffer meteen portretteert van haar eigen onderwerp. Dus er is iets stuk, iets wat extern is, wat door de wereld wordt opgelegd. En nu ligt ze bijna als een soort Oblomov, gewoon gedurende de hele openingsscène in haar eigen bed, zeg maar, te lijden onder dat juk van de maatschappij, zeg maar. De documentaire is opgebouwd uit allerlei hoofdstukken en elk hoofdstuk verkent Lize ook haar seksualiteit buiten haar slaapkamer. En in het eerste hoofdstuk gaat ze naar de lingeriewinkel. Ik vind kleurig wel leuk. Kleurig? Ja, een beetje rood of zo vind ik wel mooi. Maar dat hoeft niet. Het mag ook, als je denkt, zwart. Ja? Ja, ik vertrouw jou. Ja. Jij weet ervan. Jij weet ervan. Ik weet hier niks van, hoor. Dit gaat over seks. Ik heb bij 34, ik heb er nog nooit over nagedacht. Hier heeft ze ook opeens een bril op. Ja, dit is een beetje... We staan in een lingeriewinkel. Wat doe ik hier? Ugly Betty. Miscongeniality, zeg maar. Ja. Dat is voor de transformatie. Ja. Het maakt je niet durf. Je bent gewoon slank. Je hebt mooi lang stijl haar. Het is gewoon... Ja. Het is heel mooi. Maar ik denk dat het nog te lief is. Beetje saai of zo misschien. Ze speelt die persoon die eigenlijk onbevangen naar haar lichaam kijkt en er nog nooit over heeft nagedacht. Alsof ze zou het geloven als ze 13 was en voor het eerst met haar moeder nu naar de winkel ging. Maar dat is ze gewoon niet. Ja, want je hebt een heel mooi figuurtje. Je hebt hele goede billen. Er is gewoon een camera en dat ontkent ze ook en dan in dat typetje zet ze ook in. En dat is ook precies wat je eigenlijk, dat wil ze zo graag laten zien. Dat zij een vroom, klein nonnenmeisje is, die onschuldige bloem. Het voelt me alsof ik een soort twee kattenogen als borst heb. Maak ze weer een stripverhaaltje van, hè? Ik zat eerder aan een vlieg. Ik wil gewoon weten wat voor tieten erachter zitten, snap je? Ja. Het is gewoon
Als man denk je gewoon van, oké, wat zeg je het over de borsten? En dat spanningsveld opereert die BH. En dan spelen vrouwen ook een beetje mee. Daar zit een spel tussen man en vrouw. Dat wil een BH eigenlijk dat doen. Dat verlangen oproepen. Wat zijn de borsten, maar ik ga niet afleggen. Ja, precies. Als vrouw kun je natuurlijk dat weten en daarmee spelen. Of je kunt doen van, ik heb nog nooit op één gedachte gehad over wat een BH überhaupt doet. Is je alleen maar kant. Snap je? Ik denk dat dit inderdaad al iets gaat doen waar ik denk, oh ja, dit is seks of zo. Seks. Nu is de mimiek ook heel overdreven. Je moet zichtbaar zijn. Ja, zou je het toch echt vies vinden? Een soort bezwering is het eigenlijk. Ja. Oké, ik wil graag een shot van mezelf in een mooi bikini dingetje. Maar ik wil niet over me heen krijgen dat ik een ijdeltuin ben. Dus dit is haar hele truc. Dat je dan toch een beetje dat verlangen krijgt naar haar. Maar dat mag niet. Dat gaat niet gebeuren. Dan zit een search aan wat kinderlijk is, maar wel twee hartjes op het tape. Dat zegt weer van kijk naar mijn tieten. Maar nee hoor, dat is niet zo. Dat is niet geil. Ik vind het dus heel ijdel heel vaak. Maar ijdel met een hele grote omweg, waardoor je haar nooit zou kunnen zeggen van ja, je wilde gewoon lekker een geile film maken met jezelf als seksueel onderwerp. Maar toch hebben we haar al nepsex zien hebben. We hebben haar al verschillende lingerie gezien. Knippert is niet geil bedoeld. Ze is niet een ordinaire selfie meid die likes wil. Oké, Lize, kom verder. Nu gaat Lize eigenlijk naar iemand die gaat testen of zij lichamelijk oké is. Dan vraag je je misschien af of er beneden iets mis met me is. Zie je dit ding hier? Dat ga ik zo meteen in mijn vagina steken. Dus dit is duidelijk het educatieve element. Ja, ja, ook voor de VPRO. Ik weet inmiddels hoe dit soort documentaires ook een beetje gemaakt worden. Je wordt vaak ook gekoppeld aan iemand. Daar ga je ook een beetje mee brainstormen. En ik zie hier ook heel erg brainstormen in van zo'n VPRO-medewerker. Van, wat kunnen we allemaal bedenken? Oké, er zijn geen slechte ideeën. Shoot. We weten al een beetje hoe dat moet. Sunny Bergman-achtige openhartigheid. Oké, we gaan jou eventjes. Ga jij hier en hier en hier langs? Het moet eigenlijk een soort infotainment zijn. Ga met een seksuoloog en dan zijn we nog een wetenschapper en dan zien we nog celdelingen. Dus ergens zeg maar beloofd is. Wat juicy is aan zodra je hoort dat deze film is gemaakt, wordt niet helemaal ingelost. Er zitten eigenlijk allemaal andere laagjes in. Wat jammer is dat John met haar en Tim vindt interessant. Nobody cares of Lize wel of geen seks heeft. Je wil eigenlijk, waarom het spannende documentaire is, geloof ik, is vanwege naar de problemen die hierbij komen te kijken. En dat is waarschijnlijk ook weer een heel klein beetje de wens van de VPRO. Ja. En de reden waarom er toch ook geld voor vrijgemaakt wordt. Ja, maatschappelijk moet niet nemen. Als alleen op jou en Tim gaat, dat is natuurlijk niet interessant. Het moet een maatschappelijk probleem zijn. Ja. Sokken aan. Als ik dit onderzoek bij jou zou doen, dan zou een vraag aan mij zijn van welke porno word je geil? Ja. En dat staat nu ook over. Er is gewoon porno. Maar de layout van dit blauwe scherm doet mij vermoeden dat de beelden uit de jaren 80 of 90 komen. 1. Zie maar uit. Niet geil. Helemaal niet opwinden. Ja, weer al die bezweringen. Hier heb ik eigenlijk wat jij ook zegt. Dat ze nadenkt over wat voor gezicht ze trekt en dat ze weet dat ze gefilmd wordt. Het enige wat ik echt heel erg duidelijk voelde was dat ik op een gegeven moment heel boos begon te maken om die mannen. Porno is dat allemaal vrouwenvriendelijk en allemaal mannen die dan zeggen hoe het zit en gadverdamme. Ja? Waarvan acht me. Dat is een zielig voor de vrouwen. Zielig voor de vrouwen, ik vond het erg van de mannen dat ze dat deden. Worden we credits bijgeschreven bij Righteous. Ja, zo'n vrouwen-emancipatie, check. Daar werd ik echt woedend van. Ja, ze wordt echt woedend van dat vrouwen leidend voor hem zijn. Van zij een soort dweilder is, hebben ze hun terror wordt gesleurd. Er is natuurlijk een spel tussen mannen en vrouwen. Die complexiteit is ook juist interessant. Dus als je dat reduceert tot een verhaal van slachtofferschap, waar vrouwen altijd maar weer het slachtoffer zijn en mannen dader, dan bevestig je een enorm groot cliché. Ja. En dat cliché, zou ik zeggen, is schadelijk. Nu krijgen we de uitslag van de test. Mijn lichaam is in ieder geval niet kapot, zeg maar. Nee, eigenlijk laat deze meting zien dat je brein en je lichaam heel goed in staat zijn om seksueel te reageren. Nou, er is niks mis. Oh, gelukkig hoor, streef voor, er was iets mis. Dat mag dan ook weer niet. Een boodschap van niks tegenover mensen die wel aseksueel zijn en die net als haar boos zijn op die geseksualiseerde maatschappij. Ja. En die laat ze nu eigenlijk stikken. Dit shot is ook weer een soort heilige maagd Maria shot, hè? Ja, rood. Ja, die muziek zo inderdaad. Ja. Die hypnotiserende muziek. Ik heb geen seks meer, maar ik ben wel een sexy lichaam en er is niks mis met mijn vagina. Je moet helemaal in een soort bedwelmende sfeer brengen. Waar zit mijn seks dan? Ik kan het niet vinden en ik heb het wel. Zo zie ik ook heel erg, dat ik zit heel erg in mijn hoofd dat is wat seks is. Oh, oké. Okay. Ja. Zien jullie ook dat oog? Ja, dat oog, ja. Ja, seks, oog. Ja, hier is Lize op weg naar haar geboortestad, denk ik. Of om haar met haar eerste vriendje te gaan praten. Ik heb afgesproken met mijn eerste vriendje. Waar
Het is weer zo'n VPRO-idee. Het was met de kermis en toen gingen we condooms zoeken. Weet je dat nog? Ja, we gingen toen aan iedereen condooms vragen. Oh, echt? Ja. Zo van, we gaan vanavond seks hebben. En dat zat dus toen al. Dus dat, zeg maar, dat is precies inderdaad, zij is gewoon niet veranderd. Dit is een tekenende anekdote, omdat dit zegt mij dat zij de hele tijd bezig is met hoe anderen naar haar kijken. Zij wil performen. Dus dat zit ook in haar seksualiteit. Je zou eigenlijk tegen haar moeten zeggen, Lize, wat zeg je zelf? Wat zit er in jou wat naar buiten toe wil? Dat is, waarom zijn wij niet gewoon beste vrienden? Volgens jou? In plaats van het hebben van verkering waar dus ook seks mee gemoeid is. Jij en ik? Geen antwoord. Oké. Ik heb niet de behoefte om te zeggen, Lize, ik wil niet meer dat je in mijn leven bent. Ik snap wel, hij zegt eigenlijk van, ik wil wel seks. Maar ik wil het niet uitmaken. Nou, eigenlijk probeert hij het zo te omschrijven dat hij dat niet hoeft te zeggen. Ik heb wel behoefte aan seks. En het liefst seks met jou. Maar wel vaker gewoon behoefte aan seks. En dan maakt het niet uit met wie. Hij wil natuurlijk haar pushen richting er moet iets gebeuren. Ja. Dus hij zegt vaker dan eerst. Ja. Het neemt toe. Ja. Het probleem wordt urgenter. Ja. Er moet iets gebeuren. Ik wil je niet kwijt. Ik heb zin in seks. Liefst met jou. Kan dan niet anders. Eigenlijk is ze wederom Lize helemaal passief. Ze geeft geen antwoord op zijn open vragen. Ze brainstormt niet mee. Ze is niet openhartig. Tim, blijf maar nu voorzetjes geven. Van wat gaan we doen, wat niet. Laten we uit elkaar gaan. Is. Ja, dat is eigenlijk maar enige dat zegt met andere mensen. Ja, inderdaad. Maar dat moet hij niet zeggen natuurlijk, want het is haar film. Ja. Nu zit ze zeg maar in de diepste krocht van haar eigen filmlogica. Ze zit helemaal zo in haar eigen bed, helemaal passief, helemaal zo in elkaar gedoken en helemaal in tranen bijna. Ik word gewoon verdrietig van het idee. Van, ik ken iemand anders of... Ja, maar whatever. Jammer dat hij daar eigenlijk, want nu begint, voor mijn gevoel is dat de eerste helft van de documentaire en dan begint de documentaire. Maar hij zegt van, ik bedoel, laat maar, je moet houden, we houden mee op. Dit gaat te diep. Dit is niet meer voor een docu, dit is gewoon voor ons tweeën. Dan denk ik, nee. Ja, als je dan dus dat ding met jullie tweeën, dan willen we dat zien. Ik heb nog wat gevonden, leuke van jullie. Oh ja? Hier zien we Lize thuis met haar moeder en haar zus. En haar moeder is eigenlijk voor de docu, denk ik, oude foto's van Lize toen ze jong was aan het bekijken. Die moeder kennen we trouwens ook van de adviezen van Lize. Die moeder is gewoon aan het praten. Ja, en zij praat daar doorheen en zegt, waar is de koffie? En die andere zus geeft een soort back-up. Dus waar is de koffie? Ik kom terug en toen dacht ik, wat leuk. Luister je naar de koffie? Waar is de koffie? Dat zegt ook iets over hoe weinig ze in staat zijn om te luisteren en hoeveel zij bezig zijn met zenden. Hè? Terwijl die moeder is helemaal niet bezig met zichzelf. Die is bezig helemaal in dienst van het fabriekje Lize Koppershoek. Oh ja, ik weet het wel vaak, als mijn dochter tegenwoordig met de camera langskomt, moet ik de moeder spelen. Dus zij is nu helemaal gewoon sportief aan het meedoen, over die foto's praten. En dan is weer van, luister je wel? En waarom denk je dat Lize dit in de film wil laten zien, om te laten zien wat haar dynamiek is met haar moeder en haar zus? Ja, want zij denkt dat hier de oorsprong ligt van haar vervrongen seksualiteit, zeg maar. Heb je het idee dat seks ook maar enigszins aanwezig was, zeg maar, in ons gezinsleven? Nee. Ja, natuurlijk met papa wel, maar we hebben daar nooit over gesproken. Waren jullie nog wel dan intiem? Of was dat ook helemaal gestopt? Nee, op het laatst, door die medicijnen, kon dat allemaal niet meer. Nee. En trouwens, ik was... het was al gedonder van onder. Die moeder heeft nu al meer over seks gezegd in 1 seconde dan Lize in 20 minuten, hè? Gedonder van onder, daarmee laat zij eigenlijk zien dat je helemaal niet per se het letterlijk over pikken en kutten moet hebben op zo'n PNN-achtige manier, terwijl je er nog steeds heel direct over praat. Ja. Ik wist gewoon niet zo goed hoe ik het kon laten gaan over wat ik wou. Oké, om een voorbeeld te geven. Ja. Weet je nog dat ik Sint Maarten ging lopen met Carolien? Oh god, ja. Ja, ik had vet veel zin om Sint Maarten te lopen. Ja. Ik had vet veel zin om Sint Maarten te lopen. Ik had vet veel zin om met een snoeptrommel rond te gaan. Wat is dat? Je bent een fucking 34. Ik ben alleen een soort van die kinderact. Inderdaad, daar hebben we het jeugdtrauma. Mama maakt ruzie met de moeder van Carolien. Jij gooit ze allebei de deur uit. En ik sta daar met mijn lampion. En ik heb toen gewoon geen Sint Maarten gelopen. En dat was het vreselijk. Maar weet je, ik heb 10 jaar in een stressperiode gezeten. Dat wil je niet weten. Papa zei gewoon, ik ga niet dood. En dat was het. En op het allerlaatst was het gewoon een kind.
He, want hij zat in de rolstoel. Nu wordt haar stem ook weggedraaid. Terwijl je denkt van oké, zielig of zo. Je man, je liefde van je leven wordt jouw kind. En dus in de montage heeft Lize gedacht van dat ik tegen mijn moeder zeg dat ik Sint Maarten wil lopen. Dat is zeg maar de kernanekdote waar heel mijn trauma op gebaseerd is. Dus die laat ik in de montage op een prominente plek zitten. En dan zodra mijn moeder gaat uitleggen wat er aan de hand was. Namelijk mijn vader is via een hele lange lijst weg dood gegaan. En ik was in een stressbotse zeg maar weggedraaid. En zij denkt ook van ja, wat heb ik even dat lulverhaal weer. We gingen het ook over mij hebben, over waarom ik geen seks wil. En dat wil ik weer aantonen aan de hand van het feit dat jij op jezelf raakt. Het geluid is weggedraaid. En Lize is ook helemaal zo als een soort shuffle reclame in de lucht aan het kijken. Want ze is gewoon helemaal weg. Ja, dit verhaal heb je al zo Nee, vaak het gaat gehoord. Me erom dat je de hele tijd soort van aan het uitleggen bent waarom iets zo is. Waarom jij bepaalde beslissingen hebt genomen. Dat is gewoon namelijk hoe je over praat als je probeert jezelf uit te leggen. Als ik me ergens kut over voel, dat is het enige eigenlijk wat helpt, is proberen die ander te begrijpen. Ja, precies. Waarom deed diegene dat? En als je dat helemaal kan begrijpen, dan kun je het ook weer denken, oké, dat ging helemaal niet om mij. Ze heeft niet naar die moeder geluisterd. Ze heeft haar geluid weggedraaid, ze heeft er muziek onder gezet. Dus zelfs als ze gelijk zou hebben, heeft ze het niet aangetoond dat ze geen interesse heeft voor die moeder. En dat is precies wat ze uit de moeder verwijt. Nu gaat Lize naar een workshop. Dit lijkt een soort hertenkamp, toch? Ja, dit is gewoon een hertenkamp, ja. Het cliché bij goeroes en tantra worden dat er altijd zo'n viezerik bij zit. Dit is ook heel erg nieuw, hè? Dit was zeg maar misschien 20 jaar geleden een soort new age bullcrap. Allemaal zijn ze zo zelfbewust. Als ik gewoon moet uitademen, ik kan ook best wel. Ik ga ze altijd even proberen, hè. Gewoon even uitademen. Dan ga ik rechtop zitten. Dan ga ik gewoon zo. We zijn helemaal zo. Snap je, dat is echt een verschil, toch? Ja. Oh, wat is het eigenlijk lekker en lucht. Dat krijgen we gewoon gratis. Een cadeautje van moeder. Flikker toch op. Voorbeeld zal ik zo... Mark aanraken. Ja, Wies, ja, helemaal. En dan heb jij een keuze, Mark, tussen ja, misschien of stop. Alsof dit een lijstje is wat bestaat, wat je kan leren. Stop. Ja, en dan denk je erin nee, misschien en stop. Dit is niet een goede therapie voor haar. Dit lijkt me meer geschikt voor mensen die inderdaad juist hele heftige ervaringen hebben. Of misschien verkracht zijn. En die opnieuw weer moeten leren met wat oké is of zo. Ja, inderdaad. Vies handje. Hoezo? Van hem. Gluiperig. Ik vind het onprettig voor haar. Ja, zo onderdrukte pervert. Toch? Ja. Hoor je die overgang? Dus je ziet eerst die traan en dan hoor je die ejaculatie van een pianonoot. Zeg maar. Ah ja, een traan. Ja. En dan meisje er ook bij van ja, let it all go. Hell, maar met haar kind ook zo op zijn schouder. Gewone dag, ze is gewoon yoga oefeningen aan het doen, doe jij ook 's ochtends. Maar ze trekt er een gezicht bij alsof er iemand doodgaat. Ze gaat zo gebukt onder deze problematiek. Voor de climax van de film gaat Lize naar het zwembad. Ze staat ook echt alsof je een zak aardappelen zo omhoog trekt, zeg maar. Zo staat ze onder die douche. Nu komt het Jan Tiersen moment, het Amélie moment. Weet je, die piano muziek. Give it a try. Dit is het symbool, toch? De metafoor. Seks is op een hele hoge duik kunnen staan en niet naar beneden durven springen, want het is een grote klap. Waarom klopt het niet binnen haar verhaal voor seks? Want hij zou wel kloppen als het zou gaan over je moet één eng ding doen en je moet gewoon even verstand op nul en let's go. Als zij seks hebben zoals hier wordt verbeeld, dan betekent dat ze gewoon even op de rug moet gaan liggen en gewoon even die seks moet ondergaan. Moet gewoon verstand op nul. Dat is inderdaad hoe je seks echt wel kan zien. Soms moet je gewoon eventjes to get it over with voor je vriend, want dan blijft hij bij je. Zo, je kan ook zeg maar van het trapje naar beneden lopen en naar Tim gaan en dan in de camera zeggen van mijn inzicht is dat ik het niet hoef. Ja, daar gaat ze even van aan. Slow man. Draai me om, ik ga niet. Seks is overal en iedereen heeft het. In films schreeuwen vrouwen het uit en zijn vagina's nog sneller kletternat dan piemelstijf.
En als ik daar nu naar kijk, dan denk ik, lekker voor jullie. Ziet eruit als een prima vorm van seks. Maar niet mijn vorm van seks. Want van de hoge duikplank is niet de enige manier om in het zwembad te komen. Hier wordt het eigenlijk een beetje eng. Dit is eigenlijk wat die vrouw dat Kiko bedoelde. Van, ja. Oh god, we gaan echt terug naar al die pagina's ja, en dat gaan porno. En dus wat seks eigenlijk is, wordt eigenlijk gesimplificeerd, wordt gecaricaturaliseerd. Ja. Mensen die het hebben aan die seksuele bevrijding worden een beetje aan de kant geschoven. Ja. En wat overblijft is dat de narcisten van deze wereld eigenlijk niet kunnen omgaan met... Zeg maar die, met contact met een ander met contact met een ander, zeg maar. En dan seksuele problemen krijgen. En dat wordt dan geparafraseerd als... Weet je, gaan jullie maar lekker met jullie stijve pikken die vieze seks hebben. Maar ik doe daar niet meer mee. En dan wordt dat een soort inspiratie. We zitten weer in een soort vertrutting. We zitten eigenlijk weer voor die jaren 60. Stop. Er is een hele arrogante, zelfverzekerde blik. Ik zei gewoon stop, want ik wil hem niet dat ik word aangeraakt. En dat mag. Ja. Dat is de moraal. Nee, dat vond ik gewoon niet prettig. Nee, ja, ik heb het heel helder eigenlijk. Ik wil gewoon tot mijn schouder aangeraakt en niet verder. Ik hou gewoon van tuinieren. Ik hou gewoon van tuinieren en katten. En dat mag gewoon. Ja. Dat is helemaal geen probleem. Ik wil niet seks te hebben. Hier zien we Lize terug bij de psycholoog. Het is een beetje alsof we een film hebben gekeken over een verslaafde. En die hebben de opbouw en nu opeens zien we 2 maanden later. Heeft ze geen wijde blouse meer aan en geen slonzige haar en geen bril. Ze heeft gewoon een strak kooltruitje aan. En het is goed gegaan, want ze heeft een oefening gedaan met Tim. En het ging goed. Oh, dat moet ook wel bij de video. Dat moet een goed einde zijn. Ja. 2 jaar geleden heeft ze een vlog gemaakt over het onderwerp waar nu haar volwassen documentaire over gaat. Ja, het is gewoon hetzelfde onderwerp. Help! We neuken niet meer. Maar anders aangevlogen. Als ik studenten begeleid in het schrijven van een scène, en de scène is heel karikaturaal, en ik benoem dat, dan wat ik vaak meemaak is dat de volgende poging juist sentimenteel is. Ja. Zij zit hier in een soort stripwereld, en dan denkt ze van, nou ga ik een volwassen documentaire maken, en in één keer schiet ze gewoon pats helemaal aan de andere kant, en dan maakt ze gewoon een hele sentimentele documentaire. Over hetzelfde onderwerp inderdaad. Ze hebben allemaal eigenlijk... 25k views, 33,19, behalve ik hou van seks en we neuken niet meer, die heeft het meeste views. Ja, die zijn viral. En help, ik moet kakken bij mijn scharrel. En ze heeft gewoon degene met de meeste views, heeft ze gekozen om daar een serieus documentaire over te maken. Ik merk dat ik het ook irritant vind dat ze toch de hele tijd de behoefte voelt om over seks te praten. En gewoon omdat het clickbait is, denk ik dan. Ja. En ze kan niet over seks praten, maar over seks, over toppen. Ja, ze heeft helemaal niet... Ze heeft helemaal geen interesse. En ze maakt wel een film over. Aan tafel zit videomaker Lize Korpershoek. Dus Lize Korpershoek schrijft aan... In de wereld door. Zij maakte voor de VPRO de documentaire Mijn Seks is Stuk. Over het gebrek aan seks in haar relatie met Tim Hofman. Omdat zij er na de eerste periode van verliefdheid... Hij zegt het dus wel inderdaad in de pitch al. Hij zegt gewoon letterlijk in haar relatie met Tim Hofman. Dat hij natuurlijk eigenlijk weet wat er interessant is aan de documentaire. Ja. En dat is niet alleen bij Tim. Dat is eigenlijk in elke relatie die ik tot dusver gehad heb. Niet alleen met Tim Hofman hoor. Het gaat over mij en mijn seksleven. Maar het is gewoon haar relatie met Tim. Dat is wezenlijk onderdeel van de film. Dit is gewoon de pitch. Dat is waarom iedereen denkt, yes, let's do this. Yeah. Maken. Ook aan tafel zit Adriaan van Dis en je voelt dat hij kritisch is. Waarom ben je dat gaan onderzoeken om dit met ons te delen? Moesten wij hier nou wel allemaal bij zijn? En denk je, ja Adriaan van Dis, get with it, want mensen wilden dit zien. Dit was namelijk juicy en ze zit bij de wereld erdoor. En hij is eigenlijk ook vrij kritisch, net als wij. En hij gooit het dan toch een beetje op de preutse hoek ook weer. Hij zegt, 3 kinderen? Wat zou je ervan vinden als die kinderen straks die film zien? Nee, van alle dingen die je kan zeggen over die film, vind ik dat dan toch de minst boeiende. Want dus waarom zou je geen film maken hierover? Als het goed gedaan wordt, is het interessant, denk ik. Als hij kritisch is, had hij ook kunnen zeggen van, waarom pretendeer je open te zijn, terwijl je eigenlijk helemaal niet open bent? Het komt op YouTube, dus je leven lang... Ja, dat is gewoon jammer. Nu gaat hij net gewoon niet open doen. Zijn preutse opmerking is nu toch ook vereeuwigd? En dat geeft haar natuurlijk ook een schot voor open doen voor haar, om nu even helemaal juist een progressieve, open vrouw te spelen. Oh ja. Die ze eigenlijk niet is. Ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Nou, in eerste instantie vind ik het niet heel moeilijk om over dit soort dingen te praten en het erover te hebben. Ik vind het wel moeilijk.
Ze praten kinderlijk over seks, als seks, rampetappen. Maar er zit eigenlijk ook iets neerbuigends in. En ik heb al in eerder werk wat ik deed gemerkt dat dat heel waardevol kan zijn voor andere mensen. Als jij dat wel durft. Ze heeft gewoon een preutse, conservatieve, saaie vlog vereeuwigd in een VPRO-documentaire. Daarmee heeft ze dat progressieve linkse ideaal misbruikt. Ja, en nu mag zij eventjes voor 2 miljoen mensen in Nederland de Jeanne d'Arc uithangen. Ik doe het voor andere mensen, dat andere vrouwen steun hebben aan mij. Maar in the grand scheme of it all, denk ik dat misschien wel vrouwen over het algemeen heel erg meekrijgen om mooi en om lief te zijn, wat 2 hele dienstbare dingen zijn. Ja, dus hier komt dan het feminisme van haar. Hè? Dit is waarom het ook nog empowering moet zijn voor vrouwen. Ja, ja, dit zou ik wel willen vragen aan de feministen. Waar denk je dat het heen gaat als je Lize Korpershoek als boegbeeld of als rolmodel gaat zien? Die vraag wordt nu niet helemaal beantwoord, hè, eigenlijk. Wat gebeurt er? Waarom trap ik in hemelsnaam op die rem als ik het eigenlijk zelf liever wil? En ik wil Tim ook nog een plezier doen en het hoort misschien wel een beetje bij het leven. Hier zie je dat Matthijs van Nieuwkerk ook voelt van, ja, je hebt me toch niet gegeven wat ik had verwacht. Ik vind wel dat er een goede opzet wordt gemaakt van wat er nou aan de hand is eigenlijk. Ik vind mijn documentaire wel goed. Ja. Dus je voelt een beetje dat Adriaan van Dis en Matthijs van Nieuwkerk weerstand hebben met dat wereldbeeld. Ze willen wel mee in juicy documentaire over Lize Korpershoek en de seks met Tim Hofman, die ook hier vaak aan tafel zit. Ze willen niet mee met het cliché eigenlijk, wat ze installeert. Hier heb je een relatie met Tim en die zegt in de documentaire, dit heb ik gezien, dus daarom mag ik het ook zeggen, die zegt, ja, ik heb gewoon zin in seks. Ja. En als dit lang uitblijft, dan hebben we toch wel een probleem. Ja. En dan zal ik misschien eens met een andere vrouw naar bed gaan. Want ik wil gewoon af en toe seks hebben. Matthijs van Nieuwkerk is niet een man die snel zichzelf prijsgeeft. Ja. Die heeft best wel een goede muur om zichzelf ingebouwd. En heel af en toe laat hij de man erachter zien. Maar nu is eigenlijk het moment aangebroken dat hij zegt van, kom op jongens, het kan toch gewoon zo zijn dat je iets vaker zin hebt in seks dan in iemand anders. Dat weten we allemaal. Daar kun je toch gewoon over praten met elkaar. En wat doe je? Wat ga je wat doe je dan? En daar heeft nog steeds geen antwoord op gegeven. Nee, en dan zeg ik, dat snap ik, maar dat doet wel pijn. Haar boodschap is, mijn seks is gewoon mijn seks. En dat betekent dat ik gewoon geen seks heb en kattenaai. En dat is prima, en dat mag er zijn, en daarmee inspireer ik vrouwen om ook zo over mannen en seks te praten. En zij verkoopt deze positie als progressief aan Tim. En nu heb je eigenlijk wel gezien dat het niet mijn probleem is, het is jouw probleem, want jij bent zo'n man en je hebt zin in seks. Ja, en uiteindelijk is Tim dus nog steeds iemand die heeft dat probleem dan eigenlijk nog. Ja. Ze legt het eigenlijk gewoon, dus het is eigenlijk bij hem. Ze willen bij elkaar blijven en zij gaat toch wel niet echt over de brug komen. Nee. Of misschien wel, maar dat weten we dus niet, want daar praat ze niet over. Ik vind juist dat seks iets moet zijn waarover je moet kunnen praten, zoals, weet ik veel, mijn band moet geplakt worden. Er is op geen enkele wijze open over seks gepraat. Ja, en dat icoontje wat in de hoek staat, met die 2 voetjes op elkaar, dat zit ook in de film en dat is dus niet zo. Er zit geen seks in deze film, er zit niet een beetje seks in, er zit niet eens een tepel in deze film. Er zit geen seks in, nee. Zij heeft geen seks en er wordt niet over seks gepraat. Het is geheel gestript van seks. Heeft het maken van deze documentaire jullie geholpen hierbij eigenlijk? Zijn jullie is er iets meer love in the room als het om seks gaat? Ik merk nu gewoon dat nu is het proces echt maar van ons geworden. Mm-hmm. Zeg maar de weg er naartoe. Eigenlijk eindigt de film waar het persoonlijke proces begint. En nu is het iets van mij en Tim, zeg maar. Zo voelt dat nu. Nu zegt ze eigenlijk van dit gaat jou eigenlijk niet aan. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk gek. Want het ging ons ook niet aan, maar jij hebt het, you made it our problem. Ja. En nou wil ik ook weten hoe het is. Ja. En dan krijg ik een beetje van, ja, nu is het toch een beetje van mijn ding geworden. Dus ja. Sorry, daar ga ik niet op in eigenlijk. Ja. Ik wil nu gewoon alles weten. Ja. Hoe is jouw seks? Wanneer heb je het laatst seks gehad? En doe je dan wel pijn bij aantrekken? Kijk je wel porno? Wat voor porno? Gaat hij jou vreemd? Met wie gaat hij vreemd? Wat zou je erg vinden? Ja, je wil gewoon al die fantasieën. Want als ik nu zou vragen aan haar, heeft die grote, heeft die mooie, dan zou dat toch wel een impertinente vraag zijn.